De broek van Siri is inmiddels af. En ik ben nog met het zwaard bezig. Alleen het lemet die gaat alle kanten op. Dus die ga ik nog verstevigen met ijzerdraad om hem vervolgens af te werken. En vandaag ga ik aan de slag met het shirt. Ik gebruik het blouseje wat ik nu aan heb als model. Met een iets lager nekkie, iets lager halsje. En ik maak de mouwen iets langer. Dus we gaan hem eerst even overtekenen. Oké, dan maak ik eerst de voor- en de achterkant van het shirt aan elkaar vast. Even denken hoe ook weer alles ging. De buitenkant van de stof, die leg je tegen elkaar aan, dus op elkaar. Waardoor je de binnenkant van de stof aan de buitenkant aan beide zijden hebt liggen. Dan maken we het schouderstukje, dit, aan elkaar vast. En de zijkanten. En verder niks. Zo, nou ga ik nu de mouwen erin zetten. Ja. En dan moet de mouw daarvoor eerst dicht. En als de mouw dan dicht is, dan zoom ik eerst de mouwkant om. Nee, dat ga ik denk ik wel eerder doen trouwens. Hier zie je als het goed is de zigzagsteek, indien het licht het toelaat. En ik heb het nu dus nog een keer omgezoomd en dan zet ik hem vast met een rechte steek. Zodat je aan de buitenkant van de stof eigenlijk alleen maar één rechte lijn ziet om het af te maken. Dan halen we het bakje eraf. En als het goed is, is hij dan net te klein. Goed. Normaal is hij net aan groot genoeg en dan vooral met... vooral met stretchstof, maar vooruit. En dan voorzichtig zijn dat dit ernaast ligt. Want als hij eronder ligt, dan ben je dus je mouwsgat aan het dicht naaien. En dan gaan we de mouw in het armsgat zetten. Dus dan heb je de... Hier kijk je in de buiten... in de binnenkant van het armsgat. En dit is de binnenkant van het shirt. Check. Oké. Aha. Nog goed vastmaken. Dit is de kraag. Die ga ik alvast 1 centimeter omzoomen. Dan speld ik hem eerst om en dan gebruik ik de zigzagsteek op de naaimachine om te voorkomen dat hij gaat rafelen. Deze keer ga ik hem wel even aanproberen na het spelden. Ik heb nu de kraag expres nog extra lang gelaten, nog zo'n 5, 6 centimeter. En als je dan blijkt van nou weet je, hij mag nog een klein beetje daar of daar wat lager, wat pas opvalt wanneer de kraag erop zit, dan kan ik dat nog doen. Tadaa! Het shirt is af. En dit is al een beetje een spoiler, want ik ben stiekem al ver. Ik was alleen vergeten om nog even een videootje te maken van dat het shirt af was. Dat was wel leuk. Dus ja, we hebben nog wat om naar uit te kijken bij de volgende afleveringen.